Ja, Paul, kan ik je meteen al topscorer noemen? Ja, nou ja, het is wel lekker natuurlijk 2-2 tegen Twente en dat je er dan 2 maakt. Dus dat is voor mijn gevoel lekker. De hele wedstrijd weer gespeeld, dus voor mijn ritme. Dan word je toch sterker en sterker. Paul Gladon scoorde afgelopen dinsdag 2 keer in de oefenwedstrijd tegen Jong FC Twente. Dit is de aanval die zijn 2e doelpunt oplevert. Een mooie aanval met een belangrijke rol voor Ko Itakura en Aydin Rustic. Het was een hele goede bal van Ko, onze Japanner. En die gaf hem op Aydin diep. En hij kwam iets te ver naar de achterlijn. Dus ik zei nog tegen hem, doe een hakje, doe een hakje. En toen hakte hij hem en de keeper dook bij hem, zeg maar. En toen tikte ik hem op leeg goal in. Dus dat was een hele mooie actie van het team, zeg maar. Ja, hij begreep het dus meteen. Terwijl hij komt uit Australië. Ja. Spreekt natuurlijk wel wat Nederlands. Maar dat je dan hoort hakkie en dat ook meteen doet. Ja, nou ja, eigenlijk... Ik praat ook altijd Nederlands met hem. In het begin Engels, maar toen later kwam ik erachter dat hij heel goed Nederlands sprak. Dus ik denk dat hij nou wel de taal wel echt goed onder de knie heeft. Dus vind ik knap van hem. Het 2e doelpunt van Gladon was de 2-2, wat ook de eindstand betekende. Voor rust kwam Jong FC Twente op 0-1 via Rashaan Fernandes. Via een penalty van Tim van der Scheepop werd het snel naar de openingstreffer 0-2 voor Jong FC Twente. 5 minuten voor rust maakte Paul Gladon zijn eerste van 2 goals. Het doorkoppen is van Itakura, waarna Gladon de bal achter keeper Jeffrey de Lange schiet. Gladon is nu ruim 3 weken bij FC Groningen. Het bevalt de spits goed in het noorden. Mooie club, de resultaten zitten ook mee. We hebben sinds ik er ben 3 gespeeld, 2 gewonnen. En tegen PSV hebben we het ook heel moeilijk gemaakt, tot de laatste seconde. Dus het gevoel is goed en ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja. En dan ook vooral in dit soort wedstrijden jezelf laten zien? Ja, nu is dat wel even lekker natuurlijk. Ik heb ook een tijdje even niet gespeeld. En dan voor het ritme is dat belangrijk. En nogmaals, als je dan ook 2 keer scoort, dan is het gevoel helemaal goed. Ja, het gaat steeds beter. Ik heb nu al 2 wedstrijden 90 minuten uitgespeeld, dus dat gaat goed. Alleen, het kan natuurlijk altijd nog wel wat sterker. Maar de 90 minuten kan ik gewoon spelen, dus dat is prima. Ja, en dan hopen we natuurlijk op een invalbeurt, op een minuut in het eerste. Om jezelf nog meer te laten zien. Ja, zeker. Ik hoorde van de trainer al, dat zei hij tegen mij, dat hij me wou inbrengen tegen Willem II. Alleen Thomas kreeg kramp, waardoor hij toch anders moest gaan wisselen. Dus dat was jammer. Alleen, dan moet je dus even een beetje geluk mee hebben dat je een keer invalt, dat je maakt. En, maar daar zal ik scherp op zijn. Ja, nou bijvoorbeeld zondag tegen Vitesse. Ja, dat zou mooi zijn. Thuis, ik denk dat we gewoon weer voor de overwinning moeten gaan. We zitten in een goede flow met z'n allen. Dus ik denk helemaal thuis ga ik zeker voor een goed resultaat. Tegen Jong FC Twente was FC Groningen via deze vrije trap van Aydin Rustic nog dicht bij de winnende treffer. Zondag speelt FC Groningen voor de competitie thuis tegen Vitesse. Volgens Gladon werkt de FC dus met vertrouwen toe naar het treffen met de ploeg uit Arnhem. Iedereen is heel goed met elkaar. We trainen scherp en de resultaten zijn eigenlijk ook allemaal goed. 3-0 van Heracles, nu 2-1 van Willem II. En tegen PSV nogmaals in de laatste seconde deden we nog mee voor een resultaat. Dus ik denk dat het goed zit met het gevoel in de groep.